Gaat helemaal mis. Oh shit. Jongens, dit is zijn telefoon. Kijk, ja. Gooi hem. Hey kijkers van mijn kanaal. Welkom weer terug hier bij een nieuwe vlog. Het is op dit moment 7:05. Het is best vroeg inderdaad. En ik ben hier vandaag samen met... Hoi. Ja, we zijn nu dus in de hotelkamer. Want vandaag, als je het al aan de titel hebt gezien... is de Dutch YouTube Gathering. Ik heb er echt heel erg veel zin in. Hier kijk ik echt al een jaar lang naar uit. Dit is natuurlijk de dag dat ik jullie allemaal kan ontmoeten. Hetzelfde als met Feet. Maar, wow, ik ben echt moe. Want we hebben best wel een harde avond gehad, zeg maar. Of een moeilijke avond. Ja, dat klinkt heel verkeerd dit. Maar, ik zal eventjes de hotelkamer laten zien. Want hier is gisteren dus alles gebeurd. Kapot hotelkamer. Yo, ja, kijk. En hier... Ja, dit is het uitzicht. Het is op zich wel een mooi uitzicht. Maar de plek waar we naartoe moeten is niet hier. Maar die is... daar, dus die kan je niet zien. Maar ik zal nog even een klein toertje geven. Nou, dit is gewoon het bed. Het is echt een rommel hier zo. En hier lag dus allemaal chips gisteren. Even kijken, hier, dit is een minibar. Ja, hier, we hadden gisteren allemaal, oh, mag je niet zien. Nee, we hadden allemaal frisdrank, zeg maar, gestolen van een party. En dit is de badkamer, ook best netjes. Hier hebben we lekker net gedoucht, dus dat was wel chill. Maar de rest zit hier ook allemaal in het hotel. Ties en zo, Shaquille, ja, de rest. Die gaan we straks weer even ontmoeten. Maar, tot zo. Oké, jongens, geef de outfit een cijfer 1 tot 10. 2. Prank! Wow! Prank! Ja, die shit had je gisteren ook aan, mogen. Dus? Ja, je geotrap is netjes. De rest is... Oké, geef een cijfer. Oké, we gaan. Deur gaat dicht. Nou, dan vloggen, echt heerlijke inter... Nummer 702. Nee jongens, niet de lift dicht doen. Oh, echt nice dat je ook gaat vloggen. Ja, dat is echt zo nice. Gezellig hier zo. Nou, we zitten in de lobby beneden. We zijn nu dus eventjes aan het wachten op de rest. Die komt allemaal straks, want we hadden om 8:30 afgesproken. Maar het is 8:50. Best een mooie lobby hier. Hier zaten we vorig jaar ook met de Dutch YouTube Gathering. Maar het is nu helemaal vernieuwd. Hier. Hallo? Eerst op tijd hebben. Hé, hey, verse jongen. Ja, ik ben op tijd. Wow, ik heb niks gemist. Ik zeg het, ik ben altijd te laat natuurlijk. Maar ik ben gewoon op tijd. We zijn de eerste nu. Maar we gaan dus straks naar de Dutch YouTube Gathering. Het begint pas om 10:00. Maar wij moeten nog de stand en zo een beetje aanpassen. Dus daarom dat we wat vroeger gaan. Want de stand die zag er nog een beetje kut uit. En ja, vandaar. Maar wij gaan dus straks echt lopen naar de Dutch YouTube Gathering. Misschien dat daar al heel veel mensen zijn die we tegenkomen. Maar we hopen een beetje op rust. Nou, we zijn onderweg aan het lopen naar de jaarbeurs. Ties en Job die hebben we net allemaal gezien, maar Shaquille die is blijkbaar al in de jaarbeurs daar, zo die is nog eventjes spullen daar aan het droppen. John is er ook bij. Hi. Hoi. Oké, het is hier, er staat nu nog geen rij, waarschijnlijk staat het hier echt super druk met super veel mensen straks, maar het is pas 8:45 en het begint om 10:00, dus daarom. We kunnen hier gelukkig nog lopen. Oké, dit is de hal, we zijn binnen. Kijk, hier gaan straks zo'n 5000 of 10.000 mensen staan. Het is nu nog zo lekker rustig. Oh, main stage, alles. Onze stand is helemaal daar achterin. Maar kijk, het is fucking huge hier zo, niet normaal. We hebben ons eigen kaartje gekregen, special guest Giovanni. Eigenlijk ben ik VIP, maar er staat special guest op. Het is trouwens echt fucking raar nu om hier zo gewoon helemaal te lopen, terwijl er nog niemand staat. Of nou, niemand, een paar mensen. En straks is het gewoon zo niet normaal druk. Maar daar in de verte, ik weet niet of je het kan zien, daar hangt daar achter, dat zie je nu niet. Daar hangt daar achter in ieder geval een bord met squat. En daar is de Griffin stand, dus daar gaan we even kijken. Oké, okay, dus, ik weet niet of jullie mij nog horen, maar de muziek is net aangegaan en de lichten zijn net uitgegaan, maar dit is onze squat stand. Het is best wel scare. Hier hangen shirts, kijk, en mijn posters, melden posters. Joey is aan het vloggen. We hebben hier Ties, goedemorgen Ties. Hey, en we hebben hier nog meer posters, ja. Yeah. Oh jongens, dit is de stand van Griffers. Ziet er echt zo 10 keer beter uit eigenlijk. Hier zo ook onze naambordjes en zo. Dit is best wel vet trouwens. Hier, daar Gio, Unagis, Olex, Job. Het is best wel vet hier. Hier wordt mijn merchandise verkocht. Kijk, oh. Ik hang hier echt zo groot en Mel hangt er ook zo naast. Al die posters heb ik zitten ondertekenen. Het is best wel nice dit om zo terug te zien nu. Oké, okay, dus hier achter me, er zijn nu allemaal mensen daar. Daar achter, die staan allemaal in de rij. We zijn nu dus wel op de foto en zo aan het gaan. Ik heb straks pas mijn officiële meet and greet met Mel. Maar het is nu echt heel erg druk en dit is alleen nog maar de super fan ticket. Want om 11:00 gaat de echte deur open. Maar er staan nu al heel veel mensen zoals je kan zien. We'll be right back.
grappigs. We zijn net gevlucht naar het toilet hier zo. Want het is fucking druk daar. Hey, pa! Ja! Hi! Jasper is hier ook? Jasper! Ja, hoi! Ja, ze zitten hier zo. Hey, niet poepen, hè? Oké, maar het is hier. Oh, Wester is hier ook, hallo! Maar de deur is nu afgesloten, gelukkig. Maar het is eventjes rust, we kunnen eventjes de behoeftes doen, dus ik ga even lekker plassen. Ja, heel boeiend ook dit om te vertellen. Nice! Nou, was het lekker? Ja, het was lekker. Best goed gelukt. Ja, goed gedaan? Ja, best goed gelukt. Handen gewassen? Ja, ja. Makkelijk helemaal. Helemaal, je hebt ze nog niet gewassen. Vaar maar aan Wester. Wester, ik heb mijn handen gewassen. Ja hoor, lekker schuim erbij. Nee, nee, zie je, heb je niet gedaan. Nee. Nou, ruik maar. Nee. Ja. Nou, prachtige belichting, maar we gaan dus hier zo achteraan. We gaan straks het podium op, we gaan wat rare dingen doen. Eigenlijk weet ik helemaal niet wat we gaan doen, maar... We moeten op. Er gebeuren hier gekke dingen. Echt de jongens, Joey exposed. Joey exposed, maar kijk. Daar zo, dan heb je zo uitzicht over de hele hal. Ja, je kan hier zo echt over de hele hal kijken. En dan staat daar alle drukte en zo. En daarachter is helemaal onze stand. Oh, en daar staan mensen. Ja, hoi. Hallo. Jongens, dit is zijn telefoon. Kijk, ja. Gooi hem. Dit zijn geen pranks. Dit zijn geen pranks. Oké, grap, dit is gewoon een fake telefoon, jongens. Ja, dat had nog niemand gezien, hoor. Oh. Oh. Dus ze hebben net de hele stand aangepast. We hebben nu nog een laatste meet and greet. Geen idee hoe lang het gaat duren. Oké, we gaan nu naar de meet and greet, jongens. Oh, shit. Inpakken, even alle spullen die we gekregen hebben, die gaan we nu even in tassen en grote dozen doen. Ja. Hoe vond jij het? Ben je dood? Bijna. Ja? Oh, wacht. Oh ja, oh nee! Het was leuk. Nee! Nee, Ties! 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 Thumbnail. En hoe is het met jou, Joey? Ik wil dood. Oh. Ja, maar we hebben dus ook enorm veel spullen gekregen. We gaan straks terug naar het hotel. Ik weet niet eens of ik ga eten. Ik ga echt gelijk mijn bed in, denk ik. Want ik ben echt helemaal kapot van de buikpijn ook. Doe het. Oké. Jongens, dit is helium. Rijn gaat helium gebruiken. Maar hou dat dan vast of zo. We zijn eindelijk weer buiten trouwens. Wauw. Oké, ja? Ja, sowieso, het is geen helium. Het is gewoon adem van jawel, het is sowieso helium. Het is sowieso helium, want het zweeft. Doe dus. Laat het los. Kijk. Oké, ja, ze weten. Oh, oké. Ja, doe. Oké. Tering. Dat werkt niet! Nee, je adem is gewoon in. Moet je dat zuigen of zo? Ja. Nee, man. Hallo, ik mag ik het ook doen? Struggles met Gio. Ja, zo. Ja. Ja, vaak uw eigen stem, ging het daar vaak naartoe. Hallo? Het werkt niet. Ja, nee. Jawel, het werkt echt wel een beetje. Maar je moet meer doen, Het werkt een beetje. Het werkt niet. Gio heeft gewoon een te zware stem. Het werkt niet. Dus, back in het hotel. Prachtig uitzicht trouwens. Zon gaat straks net onder daar, denk ik. Maar we zijn dus nu terug in het hotel. Ik ga even naar de kamer, want ik zal even de dingen laten zien die Joey heeft gekregen. Ik weet niet of we vanavond nog terug gaan, want er zijn nog wel een paar parties of zo daar te houden. Maar, jongens... Oké, okay, nice. Ja, dankjewel. Nou, kijk, want Joey die heeft...
Die heeft om Haribo gevraagd en die liggen serieus al zijn zakken. 40. Kijk, hij heeft 40 zakken gekregen op één dag. En morgen is het natuurlijk nog een dag. Morgen wordt dus... het hè? Oh! Wat gaat die open? Oh shit! Niet met eten gooien, dat is zonde. Maar dat is echt super wild dus. Maar het was echt een hele leuke dag, dat zeker. Ja, het was alleen echt super kut dat ik op het laatst een last van mijn buik had. Dat was het enige. Ik weet niet wat we nu nog gaan doen. Waarschijnlijk gaan we eventjes wat eten of thuisbezorgd bestellen. Want wij kunnen waarschijnlijk niet het Centraal Station op, omdat er nog allemaal kijkers zijn. Dus dan kunnen we niet eens normaal eten daar. Ik heb ook heel veel dingen gekregen, maar dat laat ik waarschijnlijk nog wel een keer zien. Een boek vol met tekeningen, die kreeg ik net nog. Het is echt super mooi en echt super veel tekeningen ook. Als we nog wat gaan doen, geen idee. Ja, we zien wel. Oké, okay, drie keer raden dat we weer in de kamer staan. Je gaat het niet raden. Wow! Hey. Ze zijn er! Ik maak toch content, man. Dankjewel. Ja, zo, man. Dankjewel. Ja, man. Ik maak niet zin, toch? We haten elkaar niet. We zijn in de hotelkamer. Ja, we moeten eigenlijk stil zijn. Overnachten in verlaten hotelkamer, jongens. Het gaat helemaal mis. Oh shit. Het gaat helemaal fout, man. Het gaat fout. Hey, maar. Guido wordt vanavond ontvoerd. Abonneren is dat ik hem ga zoeken en dat ik hem doodga. Ja, is goed. Abonneren is goed. Nou, het is op dit moment niet normaal. Het is hier echt een ontiegelijke bende. We hebben zeg maar een feestje nog gehad. En we hebben morgen dus nog een hele dag. Maar ja, sorry jongens. Een beetje alcohol, bier inderdaad. Ja. En het ligt echt overal door heel de kamer heen. Ja, en de hele grond is plakkerig. Ja, de hele grond is plakkerig. Dus dat is een beetje kut. Maar wij gaan in ieder geval slapen. Dus ik hoop dat je deze vlog leuk vond. Doe nog even zo'n blauw duimpje omhoog op deze video. Dit was Dutch YouTube Gathering dag 1. En ja, meer heb ik eigenlijk niet te zeggen. Ik heb... lekker. Nice. Misschien tot de volgende meeting. Wij willen dus ook zelf eigenlijk wel meetings gaan organiseren. Omdat dit eigenlijk ook gewoon echt niet kon. Het was echt gewoon veel te druk weer, net zoals op feed. Maar dat is allemaal nog voor de toekomst. In ieder geval, dat was het. En tot een nieuwe video. Later.